Ja, zeker een minuutje. Gewoon sprinten. 34-5 rijdt in de eerste sector. Rick, ik je kan ook gewoon via je options gewoon de tijd opleggen. Dan denk dat drink, ja, dat wordt drink. Zwenos. Oh, hij rijdt de pits uit en hij rijdt tijd uit en verzet hem. Hele mooie lijn daar. Lekker. Niet altijd als je enthousiast niet aan het jaren. Maar het is ook nog op 3 minuten, hè, want dan zit er altijd nog even rijden. Ja, lekker. Dat is een mooie zin. Zijn Boniface zit nou in de laatste sector, dus kijk of hij sneller rijdt. Niet enthousiast. Net de bocht. Heel netjes. Hier vooral goede exit van spelen. 1.38.6 rijdt hij, 1/3 langzamer dan op de Ultra's. Ja. Ja, is ook leuk om te zien. Ja, ik ook. Lekker, Frank! Laat je al meteen voorbij, hè? Nee, daar nu. Je staat achter mij, volgens mij. Ja, weet ik, omdat ik helemaal geen tijd heb gezet. Ik wil hem niet te duiven, alsjeblieft. Rij maar voorbij. Zo, er gaat al iemand. Gaat een splankie. Nee, ze gaan niet side by side, dat is heel dom. Ja, ze schieten eruit. Wat doe je? Wat buk. Matthijs is wel bezig hier. Kom, Matthijs, rol op. Matthijs buk voor volop aan mijn achterkant. Zo ja, doe het fiatje jongens. Ja, omdat Matthijs jou van de baan afbeukt, ben ik rechts afgegaan, weet het hij. Dan zal ik schade gehad. Moet je zo weer lekker bij de hand opgehouden. Zet hij maar weer in de muur, hè? Ik kan echt niet rijden. Ja, ik moet hier zo oppassen voor Mr. G's. Hij rijdt zo. Ik wil hem niet beledigen, want ik vind het een aardige jongen, maar hij rijdt zo als een potato. Ik had gewoon na de start, want ik niet lekker. Wow, what the fuck? Mr. G's die lekker in de moeder. Hé, hey, daar gaat het bij, zoiets. Ja, daar gaat Mr. G's. Doei doei. Goedjes. Ja, zero, ja. Je hebt zelf even met de moeder lek. Hoppa, een gat voor me nu, joh. Ik heb geen damage, man. Ik denk dat ik nou gewoon rustig aan ga rijden. Ik zit nou wel in de punten. We're approaching the pit window. Ja, als je achter mij terecht komt, open hart, ik laat je gewoon de open rechterstuk. De restje, ik zet alles op naam. Ik heb... Lekker. Wow, waarom zijn jullie nog lachen? The gap to the car behind is 4.3 seconds. Ik hoop dat hij beseft dat jij meer op dit moment veel meer pace hebt. Battery charge is high.
Wie rijdt er achter jou? Op dit moment, Frank. Gulderen? Nee, ik rijd met wind paars. Ik wil paars, oranje. Nou, alles, al mijn settings op zometeen lang en stuk, alles al op non. Oké, met de RS. Ja, dat lukt wel. Kijk, hier verlies ik heel veel tijd. Ga je vooral niet verdedigen, man. Dat zou dom zijn. Ja, sorry, ik moet even heel vroeg remmen hier. Sorry voor je tijd. Kijk dan. Ik kom al langs mij, ik laat gewoon de buitenkant open. Ik pak gewoon de racing line. Komt ie maar. Ik heb nu alles op mijn hand gezet. Zo, Frank! Dat scheurde een tijdje nog. Kijk naar beneden. Met Terran ongeveer 8 seconden achter je. Hey, Spinnenman is gespend. Hij is niet meer zo ver voor me. Hij heeft gepit. Oh, nou krijg ik weer bericht dat ik de pitwindow over 2 rondes heb. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Green flag. Mijn doel is om daar nog even voorbij te komen. Hopen dat we nog een foutje zouden gemaakt. Een bandenmanagement ben ik ook niet te zien. Ja, ze moeten allebei nog een keer pitten, dat kan niet anders. Steven zit op 10 laps oude supers. En Evers en Ferran ook, dus die moeten ook nog een keer pitten. Dus als jij het uit kan rijden met supers, Bradley, dan kom je nog wel boven Ferran. Ferran, retired! Jij is ook aan de boven langs. Hij staat hier! Oh, ik dacht even dat hij niet doosde. Ik ga echt niet meer pushen nou, hè. Nee, ze echt, het echt belangrijke punten wat ik nou kan halen. Net niet, hè. Als je de eerste bocht verkeerd neemt, dan haal je de rest ook eigenlijk niet meer. Kijk uit, want ik ruim hier vroeg. Yo. Oh, ik dacht dat ik er langs moest. Sorry. Ja. Ja, logisch. Ik heb gewoon geen goede banden. Lekker, Frank. Ja, I have damage. Heb je damage? Ja. Ga dan blijven doorrijden. Zit in de DRS? Hoe was het hier tussen mij en Evers Vincent? 31, ik zou pitten.
Oh, even rijden. Ik heb 7 nieuwe banden, ik zou pit als ik jou was. Het is nog 30 op spinnen, man. I know, maar als het waar is dat Steven nu zo aan het pit is, dan kan er wel een kans zijn op het podium. Een minuut. Steven kan. There's 5 laps of fuel remaining. Benzine opschroeven, IRS opschroeven, 4 keer langs. Steven heeft denk ik gele damage. Op rechts. Concentreer je nou? Wat is Steven? Ik spin weer. Het kan niet. Deze banden zijn ruk. Waarom koopt de Pierre dit? Verstappen niet die oude momentje met Steven dan. Shit, ja, wat de fuck doet hij? Probeer hem zo goed mogelijk op zijn zenuwen te krijgen. Hey, ik zal maar goed op blijven doen meteen. Maar nu kom ik er ook aan. 6 seconden. 37. Hey, maar ik van een van de laatste plekken naar deze plek, ik vind het een resultaat. En Bradley, wat ga je maar vaak pitten van de... Ja, ik heb toch niks te verliezen. Mooi. Oké. Okay. Ik heb er geen last van. Was er nog geluk met de temperatuur? Die voor mij die staat op zijn laars. Ja, oké. Okay. Als hij voor mij nog niet eens boven de 42 graden uitkomt, hoef ik hem niet hoger te zetten. Bij de start, waardoor ik gelijk een gekke achterstand. Die bedoel je. Maar ik rem er gewoon aan, dus daar heb ik niks mee te maken. Best waar. De rest komt wel leeg hoor. Thank you.
Gefeliciteerd, Frank. Gefeliciteerd. Ach, dat is mijn race, hè. Dit is ook een rol eigenlijk, hè. Maar het houdt dus in dat gewoon 9 man uitgevallen zijn tijdens de race. Ja, het was niet mijn race. Ik had geen goede pace, but I did it. Ik had ook geen goede pace, maar die 6e plaats, die had ik toch. Jongens, gaan we er nu vandaag lekker tegenaan en gaan we lekker...